Bloggers, lovers en reisfanaten Jolijn Pelgrum en Sjoerd Schotten zijn veganisten. Zij laten zien dat plantaardig eten helemaal niet lastig is. Wie om zich heen kijkt, vindt overal inspiratie voor heerlijke gerechten, waar dan ook ter wereld. In het kookboek Vegan Smaaksouvenirs delen zij de lekkerste ontdekkingen van hun reis, die zij vertalen naar de keuken thuis. 2 jaar geleden gingen we naar Sri Lanka op reis en daar aten we elke dag hoppers. En dat zijn pannenkoekjes van rijst, bloem en kokosmelk. Voor de pannenkoekjes hebben we bloem nodig, rijstmeel, chilivlokken, ui, limoen, kokosvlokken, bakpoeder, kokosmelk en banaan. Voor het beslag doen we de bloem, rijstmeel, bakpoeder en een snufje zout. En de melk. Ik ga nu de sambal maken. Daarvoor snij ik een uitje. En dat doe ik met de chilivlokken, de limoen en de kokosraft. Dat doe ik in de keukenmachine. En dan krijg je de sambal. Nou, ik ga nu de pannenkoekjes bakken. En dat duurt niet zo lang. Dit is de hopper en juist de combinatie tussen het zoete, zure, zoute is heel erg lekker in dit gerecht.